Maar als die met mij is, vind ik het ook leuk om een keer helemaal tot boven in die boom te laten klimmen. Maar dat is best een beetje link. En hij zat toen echt wel een meter of 7 die boom in. Dat is echt hoog voor een kind van 5. Deze aflevering heb ik naast me Bas Muis. Je kent hem natuurlijk van GTSD. Bas, je hebt 3 kinderen. Heb jij al veel ervaringen met je kinderen op de eerste hulp? Een paar, maar dat was eigenlijk met name omdat ze ontzettend ziek waren. Grieperig, heel heftige griep. En dan zijn we toen toch 2 keer naar de huisartsenpost in het ziekenhuis geweest. Maar het was niet dusdanig dat ze ook uiteindelijk het ziekenhuis kwamen te liggen. Maar voor de rest weinig ervaring, gelukkig maar, met kinderen in het ziekenhuis. Ja, ja, dat zeg je, want met jou natuurlijk wel. Ja, ik heb in december vorig jaar, dus nu bijna een jaar geleden, heb ik een hartaanval gehad. Of eigenlijk zelfs 2 hartaanvallen. En de eerste was in bed, 's nachts. En ik wist niet wat me overkwam. Verschrikkelijke pijn in mijn lichaam, in mijn borst. Wist je meteen dat het mis was? Nee, ik voelde wel dat er iets heel erg mis was in mijn lichaam. Alleen ik had geen idee dat dat met mijn hart te maken had. Het zat precies hier in het midden, dus ik dacht aan een slokdarm. Ik had die avond daarvoor had ik een salade gegeten waar ik eigenlijk al van wist dat die over de datum was. Dat doe ik wel vaker, want ik hou er niet van om eten weg te gooien. Dus heb ik Rennies genomen en die werkte aanvankelijk ook. Dus we werden helemaal op het verkeerde been gezet. Toen kwam eigenlijk mijn tweede hartaanval. Ik heb een soort kunstmatige tweede hartaanval opgewekt door heel hard te gaan fietsen naar school. Het heeft verschrikkelijk veel pijn. Ik lazerde er bijna van mijn fiets af. Uiteindelijk wel dat schoolplein nog gehaald, maar daar zakte ik helemaal in elkaar. En toen zei mijn vrouw ook van ja, je moet nu echt, we gaan nu echt een ambulance bellen, want dit is... Dat is niet goed. Dit vind ik ook als huisarts gewoon niet meer goed. En dat weigerde ik toen, dus ik hele standpijst aan maken, want ik wilde niet daar op het schoolplein in een ambulance gedragen worden. He, iedereen met toestellen dat gaan fotograferen en filmen. Dat zag ik gewoon niet zitten. Dus ik ben naar huis gelopen. Dat werd ook een drama. Ik kwam niet thuis aan. Nou ja, uiteindelijk, om een lang verhaal kort te maken, toch in het ziekenhuis terechtgekomen. En daar wisten ze na 5 minuten meteen wat er aan de hand was. En na een kwartier wisten ze dat het een gigantisch probleem was. En dat ik ook een open hartoperatie zou moeten. Nou, die volgorde zo snel, binnen een kwartier, als je dat te horen krijgt. Terwijl jij denkt dat je voor een maagprobleem langskomt. Ja. Was heel heftig. En dat had niet veel gescheeld of dat was het einde geweest van me. Gelukkig gaat het nu helemaal goed met je weer. Heeft het jou en je kids misschien ook wel alerter gemaakt op hoe je nu met een ongeluk om moet gaan? Nou, in ieder geval mijzelf wel. Ik weet nu dat ik gewoon veel eerder aan de bel moet trekken als je zulke heftige pijn hebt. Ik moet niet proberen stoer te doen, want dat heeft gewoon niet zo heel erg veel zin met, mm-hmm. met dat soort pijnen. En bij kinderen ben je dan misschien ook nog wel weer net wat alerter dan voorheen. Ja, ik ben een vrij nuchter type, denk ik van mezelf. En dat kan ook een gevaar zijn. Dat kan ook een valkuil zijn. Heb je bepaalde therapie gehad met je kinderen? Om hoe je kinderen daarmee om laat gaan? Nee, we hebben gewoon heel veel gesproken met de kinderen erover. En eerlijk verteld dat ik heel bang was om dood te gaan. Maar dat is allemaal niet gebeurd. Ja, en als je dat maar gewoon het eerlijke verhaal vertelt. Kinderen kunnen daar ontzettend goed mee omgaan. Je moet geen sprookjes of fabeltjes gaan ophangen om het makkelijker te maken voor die kinderen. Die weten ook wel dat ik een maand niet thuis ben geweest. En dat papa altijd maar in zijn ziekenhuisbed met een telefoontje verhaaltjes aan het voorlezen was. En dat dat niet normaal was. Maar vertel hoe het zit, dat is het fijnste voor die kinderen. Hey, wijze les. Ik heb een quiz, Bas. Ik ben gek op quizzen. Nou, we gaan eens even checken hoe goed het met jouw EHBO-kennis staat. Vraag 1. Mag een kind 112 bellen? Ja. Zeker weten. Jazeker. Er zijn genoeg voorbeelden waarbij een kind 112 belt en zo de hulpverlening goed in gang kan zetten. Het is goed om een kind dat te leren. Vanaf 4 jaar kan dat al. Het is ook goed dat een kind zijn adres kent en dat hij een andere volwassene erbij haalt mocht er eens een keer wat aan de hand zijn. Ding, ding. Ja, duidelijk. Mijn kinderen kunnen gelukkig 112 bellen en je weet nooit waar het goed voor zou kunnen zijn. Annelie ook al? Annelie nog niet, die is nog een beetje te klein. Maar zoals deze meneer ook al zegt, vanaf 4 of 5 jaar kun je dat zeker goed aanleren. En dat gaan we ook bij haar doen. Bij een volwassen reanimatie wissel je 30 borstcompressies af met 2 beademingen. Wat is dat bij baby's en kinderen? Is dat A, je start met 5 beademingen en wisselt daarna 15 borstcompressies met 2 beademingen af? B, je start eerst met 5 beademingen en doet daarna alleen borstcompressies? Of C, je doet alleen borstcompressies?
B? Ik bedoel natuurlijk A. Dat zal wel niet goed zijn. Bij een kind beginnen we met die 5 beademingen. Na die 5 beademingen zou je 15 om 2 steeds 15 compressies geven. En daarna 2 beademingen en blijf je dat afwisselen. Het is ook belangrijk dat we 112 bellen of later bellen in de tussentijd. Want de meldkamer kan je ook alle stappen benoemen. Dus dat was A? Ja. Ja, dat zei ik toch. Vraag 3. Waarom beademen we eerst 5 keer bij een kind? Dat vind ik heel moeilijk. Nee, dat weet ik niet. Gaan we checken. Een circulatiestilstand bij een kind wordt vaak veroorzaakt door een ademhalingsprobleem. Dan zit er al lange tijd geen zuurstof in het lichaam en daarom beginnen we met 5 beademingen om zo snel mogelijk weer wat zuurstof in het lichaam te krijgen. Bij een volwassene zit vaak een probleem in het hart of in het bloedvatenstelsel en daarom ligt de focus wat minder op de zuurstof, maar meer op het rondpompen van het bloed. Ja, dus eigenlijk is de kans groter dat je het probleem met die zuurstof bij kinderen oplost. Ja. Door eerst 5 keer te gaan beademen. Nou. Ja, en ze hebben dus meer behoefte aan zuurstof dan behoefte aan een pompend hart. Ja, nou goed om dat te weten. Weet je dat ook weer? Ja. Vraag nummer 4. Wie kunnen er een koortsstuip krijgen? Is dat A, zijn het alleen baby's tot 6 maanden? B, kinderen tussen de 6 maanden en 6 jaar? Of C, kinderen ouder dan 6 jaar? Ik denk alleen baby's, dus dan ga ik in dit geval voor A. B. Maar het is natuurlijk B, dames en heren, dat begrijpt u zelf ook wel. Ja, het antwoord is B. Het gaat nog niet heel lekker met deze quiz. Ja, zo'n koortsstuip is niet gevaarlijk, maar het kan er wel heel naar uitzien. Een koortsstuip ontstaat door plotselinge toename van lichaamstemperatuur. Daardoor kunnen de hersenen overprikkeld raken en kan het kind spastische bewegingen maken. Veel kans ook dat je het kind dat je daar geen contact mee kan maken op dat moment. En dat is dus bij kinderen tussen de 6 maanden en 6 jaar. En 6 jaar, ja. Dan zijn ze toch geen baby meer. Nou ja, nee. Ik heb het gelukkig nog nooit gezien, maar het lijkt me heel heftig, ja. Ja, ik heb er wel van gehoord, maar gelukkig ook nog nooit meegemaakt. Alright, laatste vraag. Bel je 112 bij een koortsstuip? Ik denk dat je daarbij gewoon de huisarts kunt bellen. Je belt 112. Maar je moet natuurlijk niet doen wat ik denk. Dat is niet goed. Wel 112 bellen. Ja. Nou, ik ben benieuwd naar de uitleg. Ja, bij een koortsstuip bel je 112. Op dat moment kan je geen contact maken met het slachtoffer. Het is een bewustzijnstoornis. Het kan er flink heftig uitzien. In de meeste gevallen is een koortsstuip vrij onschuldig. Maar jij weet op dat moment niet hoe het zich ontwikkelt en wat het precies is. Dus daarom bellen we altijd 112. Nou ja, ik heb de quiz niet zo heel goed gedaan. Maar ja, eigenlijk juist wel fijn om het nu fout te hebben. Cursus kinder-EBO, wat zeg je ervan? Nou, dat kan geen kwaad. Dat is duidelijk. Nou ja, waarom heb je er nog nooit een gedaan dan? Nou ja, dat weet ik eigenlijk ook. Ik heb onlangs nog wel een reanimatiecursus gedaan. En ik vond het eigenlijk stom van mezelf dat ik daar ook niet eerder aan gedacht heb. Mm-hmm. Want dat is ook ongelooflijk belangrijk. Maar een cursus zoals deze kan zeker ook geen kwaad. Je krijgt hem van ons cadeau. Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Omdat je hier bent. Wist jij het antwoord op al deze vragen? Zeker niet. Nee. Dus jij gaat ook zo'n cursus doen? Ik heb hem gedaan. Oh, je hebt hem al gedaan? Ik heb hem gedaan. Maar nee. Nee, ik heb hem gedaan toen ik zwanger was. Dus dat is nu 3,5 jaar geleden. Dus het is tijd voor een opfriscursus. Maar je weet er nog wel wat van? Ik weet het nog wel. Ja, ik weet nog wel inderdaad dat als je kind niet bijvoorbeeld bij bewustzijn is, altijd 112 bellen. Dat of wat je moet doen als een kind stikt. Of dat soort dingen denk ik nog wel te weten. Ja. Ik heb om af te sluiten nog een aantal leuke stellingen voor je. Oh ja. Elke dag een splinter krijgen of elke dag een papercut? Je bedoelt dat je met papier in je vingers snijdt? Ik bedoelde niks anders met papercut. Nou, doe dan maar een splintertje in je vel snijden met papier. Dat is irritant. Heel erg vervelend. Die kinderen omkopen met snoep of cadeautjes? Dan met cadeautjes. Er wordt bij ons thuis maar zelden snoep gegeven. Echt waar? Vandaar dat ze heel vaak bij vriendjes willen spelen. Daar lukt het nog wel. Oh ja. Ja. Dus het wordt omkopen met cadeautjes. Strenge ouder of vrijheid, blijheid? Nee, ik ben een strenge ouder. Ja? Ja. Maar het leuke is, als je streng bent,
en kinderen luisteren naar wat je doet, dat je daarbuiten dan ook weer heel veel vrijheid kan geven. Bijvoorbeeld met het klimmen in bomen. Ik heb dat vorige week meegemaakt met Daan van 5. Die vindt het heerlijk om in bomen te klimmen. Nou, als hij met opa en oma naar het park gaat, dan mag hij dat niet doen, want ze zijn bang dat hij uit die boom valt. En terecht. Maar als hij met mij is, vind ik het ook leuk om een keer helemaal tot boven in die boom te laten klimmen. Maar dat is best een beetje link. Doe je dat dan wel of doe je dat dan niet? Oh, nou, ik ben echt een bezorgde moeder. Nou, ik zeg, blij, kom jij zelfs naar beneden. Dat heb ik niet gedaan. Ik was gezegd, klim maar helemaal naar boven. En hij zat toen echt wel 1,70 meter die boom in. Dat is echt hoog voor een kind van 5. Ik bleef er wel bij staan. Ik weet niet wat ik had gedaan als die naar beneden was gelazerd. Had ik hem misschien opgevangen. Maar ik ben daarin wel een ouder die zijn kinderen ook wel dingen durft te laten ontdekken. En durft te laten springen op de bank, omdat hij niet bang is dat er meteen gaten in hoofden worden gevallen. En wat nou als hij boven in die boom had gezegd, help, ik kom niet meer naar beneden? Nou, dan was ik zelf die boom in geklommen. Ja? Daar had ik wel eerst even naar gekeken. Kan ik het zelf? Ja, dat lukt me wel. Dan mag jij erin. Wild laten spelen of beschermen? Ja, ik vind het leuk om kinderen wild te laten spelen. Ik gooi ze ook regelmatig van hoogte zo. Nou, niet heel hoog. Ik moet nu ook niet. Wat is dit? Heel angstig gaan worden, maar ik gooi ze een beetje zo de lucht in en dan op het bed. En dan leggen we er allemaal kussens. En ja, ik vind het belangrijk om met kinderen te stoeien en dat ze dingen durven. Gooi ze maar een beetje in het diepe. En daar worden ze ook wel groot van, denk ik. Zonder dat ze meteen een gat in hun hoofd vallen, natuurlijk. Wild meedoen met de kinderen of rustig toekijken van de zijlijn? Nee, lekker wild meedoen. Nee, lekker stoeien. Ja, en het probleem is ook wel dat ik ze af en toe ben ik zo hard met ze aan het stoeien. Auw, papa. Dat is echt heel veel pijn hebben aan een arm. Want ze mogen mij dan wel op mijn arm en mijn benen een beetje slaan of boksoefeningen doen. Maar ja, af en toe doe je wel eens wat terug en dan is het net te hard. Ja, en dan krijg ik toch een beetje gelazerd met mijn vrouw die dan zegt, hou er nou eens mee op. Straks hebben die kinderen weer blauwe plekken. Wat moeten ze daar wel niet van denken? Op school, bij de gymlessen. Papa gedaan. Gymjuf, het is allemaal echt helemaal in orde thuis. Wees niet bang. Zelf de hulp schieten of hulp halen? Zelf de hulp schieten, zeker. Maar ja, dat moet je natuurlijk ook niet tot in het oneindige doordrijven. Als het echt nodig is, dan moet je ook echt hulp halen. En dat is een les voor mij, dat ik op tijd hulp haal. En niet denk dat ik het allemaal zelf ook kan oplossen. Wat je zag net met die quiz, dat ik ook niet alles weet. Nee, maar die cursus wel. Dat weet ik wel zeker. Heb jij verder nog een tip voor de mensen thuis die zitten te kijken en denken, oh ja, dit doet Bas Muis altijd als zijn kinderen huilen en hij wil ze rustig krijgen. Ja, afleiden. Je moet je kinderen afleiden. Niet zozeer over die pijn gaan praten of hoe het komt, maar over iets heel anders beginnen. Nou, moet je nou kijken, daar loopt een olifant buiten. En bij kinderen, zeker kinderen tot 2 jaar, kun je ongelooflijk goed afleiden. Hoewel mijn dochter Annelie, die nu 2,5 is, dat trucje wel langzaam begint door te krijgen. Die zegt nu, nee, er is buiten helemaal geen olifant, dat bestaat niet. Dus ik moet andere dieren gaan gebruiken. Maar met ooievaars en reigers en dat soort veel voorkomende vogels kom ik ook nog steeds een heel eind. Nee, afleiden is echt het toverwoord. Natuurlijk, je moet je kind ook troosten. En je moet een beschermende ouder zijn, dat is ontzettend belangrijk. Maar een goede afleiding doet wonderen. En daar zouden we mee kunnen afsluiten. Dankjewel, Bas. Graag gedaan. Vond het leuk om te gast te zijn.